Ja, ik word er altijd om te beginnen even heel stil van. Ja, ik vind het enorm ingrijpend wat jullie allemaal meemaken en mee hebben gemaakt. En om het nog wat erger te maken, dat is het einde van een heel lang traject vaak. Hè. Dat hebben jullie misschien ook meegemaakt. Hè. Dat begint bij vrijwillige hulpzoekers, zoals je aangeeft. Mm. Onvoldoende. Dan begint het bij jeugdbescherming, een uithuisplaatsing, vaak een overplaatsing. Vaak meerdere instellingen, of eerst in een pleeggezin of gezinshuis. En op al die plekken hebben we het in Nederland gewoon onvoldoende op orde op dit moment. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg. Ja. En zit daar verbetering in of op dit moment? Nou, wat ik hoor vanuit de praktijk is dat het in 30 jaar... tenminste, ik zit zelf 30 jaar ongeveer in het vak... Is het gewoon nog niet zo slecht geweest. Dat hoor je van jeugdbeschermers die al lang meelopen. Dat hoor ik ook van kinderrechters die elke dag moeten beslissen... over kinderen die bijvoorbeeld niet meer thuis kunnen wonen. Maar waarvan je weet, de goede plek voor dit kind is er nu niet. En wat doe je dan? Een duivels dilemma. Dus het gaat echt niet goed. Dat heeft u ook, dit duivels dilemma. Dat ervaart u dus ook, iedere keer? Dat zie ik elke keer langskomen. Ja.